De crash beheerste het nieuws vandaag en drong natuurlijk ook door bij de Vierdaagse. De anders zo uitbundige en vrolijke intocht op de Via Gladiola was dit jaar ingetogen, sober en zonder muziek. Verslaggever Sonja Booms is in Nijmegen, waar ze vanmiddag ook bij de intocht was. Sonja, dat moet voor wandelaars toch wel een rare, moeilijke spagaat zijn geweest. Nou ja, een spagaat in die zin was het niet zozeer voor de wandelaars. Ze hebben misschien zelf wel het gevoel dat ze graag willen feesten. Maar ja, als een organisatie daartoe besluit en ze ook beseffen natuurlijk, de mensen hier allemaal, iedereen in Nederland, wat er is gebeurd. En dan wil je ook wel schikken in zo'n rol dat het allemaal wat minder uitbundig gaat. En dat was ook wel te merken. En dat was toch wel een iets wat andere sfeer. Al ja, hebben die wandelaars dat allemaal tot een mooie dag gemaakt. Geen muziek vandaag. Ik begrijp het aan de ene kant wel, maar ik vind het ook wel een klein beetje overdreven dat er helemaal geen muziek mag. Natuurlijk hebben we er begrip voor. Jammer is het natuurlijk ook wel. We komen hier naartoe om muziek te maken, de mensen te vermaken, maar dat kan helaas niet. Het is even wat minder sfeer, maar ik vind het wel begrijpelijk en ook goed dat dat gedaan wordt. Het is wel belangrijk dat dat afgelast is, de muziek. Dat mensen toch een beetje meer de doog hebben met de familieleden. Het is toch behoorlijk wat muziek, hè? Ja, maar toch hebben we wel onze maatregelen genomen. Hè? Het volume is sowieso wel een stuk minder. En we hebben straks ook 2 minuten stilte. We hebben gezamenlijk met de collega's op de Sint-Annestraat afgesproken dat we het om 16:30 doen. Voor deze mensen is dit een ultieme prestatie. En dat wil je ook een beetje vieren. Maar er is toch aangekondigd dat het in zijn geheel veel soberder zou worden. Ik vind het storend dat die muziek zo keihard gaat. Altijd al of ook in verband met wat er gebeurd is? In verband met wat er gebeurd is en ook ja, gewoon dat vreselijke gestamp, dat vind ik verschrikkelijk. En dan kom ik hier binnen, dat is net of ik van een andere planeet kom. Dat is onvoorstelbaar, hè? Kijk, met de tranen in mijn ogen.